touwken. Ja. Door middel van rollen spelen met twee actrices wordt de ondernemers van Denenkamp geleerd hoe je kan reageren op mensen met dementie. Ja, op dit moment is het zo dat mede ten gevolge van het beleid van de overheid steeds meer mensen met beginnende dementie ook thuis blijven. Eerder werden die mensen veel sneller en gauwer opgenomen in een instelling. Daardoor bleven de mensen langer thuis. En daardoor is het belang dat die mensen zich in de thuissituatie ook langer kunnen redden. Dus het gaat uitstekend. Ik heb natuurlijk ook mijn man nog. Aha. En die doet ook veel hoor. Die doet veel in het huishouden. En die, volgens mij leeft helemaal niet meer. Die is al een tijd dood. Ons idee is, we zijn daarvoor uitgenodigd door de gemeente Dinkeland, om bij te dragen om ondernemers en met name de medewerkers van die ondernemers beter in staat te stellen om, punt 1, beginnende dementie wat beter te herkennen, maar daar ook op een goede manier mee om te kunnen gaan om de mensen die in hun winkel komen beter te kunnen helpen. In deze nieuwbouw, midden in het centrum van Denenkamp, komen 32 mensen met verschillende vormen van dementie te wonen. Aanleiding voor de gemeente Dinkeland om de dementiecursus te laten organiseren. We hebben gidsgelden gekregen, dat betekent gezond in de stad. En wij mochten zelf een onderwerp bepalen. Dat mag je niet zo heel vaak en wij hebben gekozen voor dementievriendelijke samenleving. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat mensen met dementie op een goede manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun woning. Zonder dat ze tegen allerlei obstakels aanlopen. In het verleden was het natuurlijk vaak zo dat ze in een verzorgingshuis woonden en eigenlijk uit de maatschappij werden gehaald. Dat is wat we niet meer willen, dat is ook wat we niet meer doen, maar dan moet je er wel goed mee omgaan. Nou, je gaat in ieder geval eerst wat vertellen over wat is dementie eigenlijk. En hoe kan je het herkennen? Waar zie je het aan? En dan zijn er toch heel wat dingen waaraan je kan zien dat het niet helemaal pluis is. En dan moet je er niet meteen een stempel op plakken, maar dan zie je wel, ik heb met iemand te maken die wel een hersenbeschadiging heeft. En dat is het eerste wat heel belangrijk is, dat je inzicht hebt. En het tweede is, hoe ga je er dan mee om? Ik ben de fiets kwijt. Heeft u hem gezien misschien? U bent de fiets kwijt? Ja. Waar had u het neergezet? Het belangrijkste is om helemaal open iemand tegemoet te treden. Ja. Niet te denken, wat doet die gek, maar gewoon met een open mind. En rustig blijven, geduld hebben, een beetje op weg helpen, geruststellen. Want mensen hebben vaak veel angst, zijn in de war, weten dingen niet goed meer, weten soms niet wat waar ze zijn, waar ze heen moeten. Nou, je helpt ze. Een van de deelnemers aan de cursus is Monique Lescher. Dit is een winkel met een heel breed assortiment. Waaronder woonaccessoires, verlichting, spiegels, potten, vazen, van alles. En daarnaast voeren wij kleding en we hebben nog een bijouterieafdeling. Monique Lescher denkt dat een cursus omgaan met dementie belangrijk kan zijn. Nou ja, goed, we hebben toch met vergrijzing te maken. En het is wel handig om te leren om mensen te herkennen die Alzheimer hebben. En wat handvaten te kunnen krijgen om daarmee om te gaan. In zijn totaliteit is de groep van mensen met dementie stijgt heel erg sterk. Op dit moment zo'n 250.000 mensen in Nederland is in totaliteit. En die aantallen stijgen heel sterk. Het heeft alles te maken met de vergrijzing in Nederland. Ik kan er nog bij opmerken dat met name ook in Twente, in de kleinere gemeenten of niet de drie grote steden, daar met name die vergrijzing veel en veel sterker is dan in de grote steden. Dus met name in de omliggende gemeenten van de drie grote steden het heel belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. En nou, aan het einde van de avond, dan gaan die ondernemers hier uit Denenkamp weg en die zijn dan gespecialiseerd in omgaan met dementerenden? Absoluut. Ze krijgen ook een certificaat. Ze hebben in ieder geval hele bruikbare tips gekregen. En dat is fijn voor de inwoners hier, dat die weten van daar kan ik best heen, daar helpen ze mij. Dus even met een andere bril leren kijken en ook de dementerende voelt zich in de winkel thuis.